Mijn hemel, er is groot nieuws in aantocht en ik breng het jullie uit de eerste hand. Feyenoord fans. De club die iedereen blijft verrassen met ongelooflijke prestaties en adembenemend nieuws. Vandaag brengen we jullie informatie uit de eerste hand die alle fans en volgers van de club met hun ogen op het scherm gericht zal houden, want jullie hadden het zeker niet verwacht. Maak je klaar om verrast te worden en bekijk nu alles wat we hebben kunnen ontdekken en brengen over ons geliefde Feyenoord. Mis geen enkel detail op dit kanaal waar de spanning nooit stopt en verrassing onderdeel is van het spel. Voordat we verder gaan, kijk snel of je al lid bent geworden van ons kanaal, zodat je op de hoogte blijft van het laatste Feyenoord nieuws. In de video van vandaag brengen we je heet nieuws van de transfermarkt waar de fans echt enthousiast over kunnen worden. We hebben het over Alex Sekovi, het jonge talent van Auxège SCO dat een overstap naar onze geliefde Rotterdamse club ambieert. Alex Zek-Ovi, pas 17 jaar oud, bewijst nu al zijn waarde in het Franse voetbal. Zek-Ovi speelt voor Auxerre SCO in de nationale U19-groep en heeft dit seizoen al drie keer gescoord, wat geen geringe prestatie is voor een aanvallende middenvelder. Maar wat echt in het oog springt, is het feit dat Feyenoord hem kan contracteren zonder transfersom. Ja, je hoort het goed. Zek-Ovi is beschikbaar zonder kosten omdat zijn contract bij Auxerre hem toestaat te vertrekken zonder complicaties. Waarom is Feyenoord geïnteresseerd in zo'n jonge en relatief onervaren speler in het profvoetbal? Het antwoord zou kunnen liggen in zijn indrukwekkende ontwikkeling sinds zijn tijd bij Sociolet, de club die hem ontdekte. Zek Ovi is een product van hun jeugdopleiding en zijn kwaliteiten op het veld zijn nu al opmerkelijk. Hij is niet alleen rechtsvoetig, maar staat ook bekend om zijn behendigheid. Visie en vermogen om belangrijke doelpunten te maken. Kortom, de komst van Alex Sekovi naar Feyenoord kan niet alleen ons team versterken met een veelbelovend talent voor de toekomst, maar is ook een economische kans om te investeren in een speler zonder transferkosten. Dit maakt deel uit van een bredere strategie van de club om jong talent op te nemen dat kan groeien en zich kan ontwikkelen in onze competitie en frisheid en dynamiek in het team kan brengen. We zullen de komende weken in de gaten houden hoe deze onderhandelingen verlopen. Wat vind jij van deze mogelijke nieuwe ondertekening? Laat je commentaar hieronder achter en vergeet niet om het kanaal te liken en je te abonneren voor meer updates. Tot de volgende keer, fans.